luistert naar De Mens Achter de Lach, een openhartig gesprek met Jan en Chris de Smet van De Nieuwe Snaar. Heren van de Snaar, Chris de Smet, Jan de Smet, een bijbelse vraag bijna, maar ik zal ze stellen. Hoe is alles begonnen? Het is er met de paplepel ingegoten. Want wij hadden een uiterst muzikale, creatieve vader, die op zeer late leeftijd is gehuwd en dus ook nog later kinderen heeft gekregen. Wij drie broers. En die is overleden in 1965. Dus vlak voor het tv-landschap plotseling alles overheerste, was hij actief in het Bontenavondcircuit van de Antwerpse entertainers uit de jaren, laten we zeggen, begin jaren 50 tot aan zijn dood. Hij was muzikale clown, hij speelde poppenkast, hij maakte zelf zijn instrumenten, zelf zijn liedjes. En wij hadden wel als amateur. Ja. Ja. Dus nu, hij heeft het nooit als zijn beroep gedaan. Dus het was altijd naast zijn dagelijkse job dat hij in de weekends en de avonden dikwijls van huis weg was. Ja. Dus bij ons was het vooral feest als hij een keer in de zaterdagavond thuis was. Want dan speelden wij spelletjes en dan hij leerde ons ook sketches aan die hij zelf schreef. Komische sketches in de grote stijl van de Gaston en Leo sketches toen. Avant la lettre feitelijk, want die gasten waren toen ook al wel actief. En hij heeft heel veel op het podium gestaan met de toenmalige live vedetten van toen. Theo van den Bos, Charles Janssens en Co. Flower. De Strangers, de jonge Strangers zelfs, met Bobbejaan Schoepen ook. We hebben er allemaal bewijzen van. We hebben er allemaal foto's van de artiesten opgedragen aan ons vader dan. Fijne collega en voilà. Het is feitelijk, uiteindelijk, als je het op de keper beschouwt, zijn we dan na een omweg via de volkgroep De Snaar, zijn we met De Nieuwe Snaar feitelijk, zijn we begonnen aan de reïncarnatie van het Bontenavondcircuit, van die sfeer. Hè, zoveel mogelijk disciplines op één avond. Ja. Alleen was het bij ons om economische redenen natuurlijk interessanter om het maar met drie te doen dan met een 20-tal artiesten op het podium te staan. Ja. Het was niet een folkgroep op zich, de bedoeling in het begin, nee. Jullie wilden echt humor maken of Bontenavond, zoals Jan zegt. Er zat altijd humor bij, maar toen we echt begonnen met De Snaar in 1970, 3 oktober, was de eerste repetitie. Dat weet je nog. Ik heb er een boek over geschreven, dus alles zit bij mij in mijn hoofd. En ook omdat ik toen die periode een dagboek bijhield, heb ik dat echt helemaal mooi kunnen reconstrueren. En De eerste repetitie was een samengestelde groep. Ik had met mijn broer, wij hadden al een groepje gehad. En wij speelden vooral covers van Dylan, Dimitri van Toren, Boudewijn de Groot. Moody Guthrie ook al. Ja. Een beetje gitaar. En ik speelde dan drums op zelfgemaakt drumstel van Dick Sandozen. Zoals het hoort. Zoals het hoorde toen. Gewoon omdat wij hadden geen deftige instrumenten. We hadden thuis wel een aantal instrumenten, maar dat waren op dat moment niet de hippe instrumenten om lieve binnen te doen. Accordeon was er, piano, maar dat speelden wij zo niet op eigenlijk. Nee. En dan 3 oktober 70 zijn we dan de eerste keer met z'n vieren bij elkaar gekomen. En ik kende die twee andere gasten niet. Jan kende die van bij hem op school. Ene kende ik, die had bij mij in de klas gezeten, Jan de Broek. Feitelijk, die kunnen we beschouwen als de stichter van de groep. De muziek- en liedjesgroep De Snaar heette dat toen. En die had dan weer een vriend uit Vilvoorde, die met hem dan in de klas had gezeten. En zo zijn wij op een heel eigenaardige manier samengekomen. Dus twee Duffelaars en twee Brabanders. Hè. Ja. En in het begin was het zo, dus de repeteren. Hè, mekaar wat aftasten. Wat kunnen we en wat kunnen we samen? Dat was het eigenlijk. Van het minimum vertrekken eigenlijk. En dat waren in het begin vooral ook covers. Alhoewel, Jan die schreef al wel zijn eigen liedjes. Ja, ja. Maar vrij snel zijn we erachter gekomen dat we met die Engelstalige dingen toch niet ver zouden geraken. En net op dat moment is ook in Vlaanderen de folkboom ontstaan. Een beetje aangevuurd door Omroep Brabant in die tijd, met Herman de Wit
En Guido Kassiman. Ja. Die heel erg die Vlaamse muziek begonnen te promoten. Dus de terugkeer naar de volksmuziek, de geschiedenis van ons, ons muzikaal verleden eigenlijk. Wat toen in Europa ook heel erg aan bezig was. In Engeland heeft het altijd blijven bestaan. In Vlaanderen heeft het een tijd heel stil geweest rond volksmuziek. Gaat nog wel die volksdansgroepen en zo. Want mensen die terug naar die oude liedjes grepen, dat heeft heel veel jaren niet bestaan. En eind jaren 60, dankzij, laten we maar zeggen, Wannes van de Velde, ja, Willem Vermanderen, ja. Walter de Bukke iets later, en dan nog andere mensen, is de hipste groep van toen was toen Rum. Ja. Om die deden toen nog iets meer met die overstegen zo'n beetje de traditie. Ja. En daar is de lente zeven dagen lang, dat waren ze toch, hè? Nee. Daar is de lente was Jan de Wilde, nee. Wacht, hè. Wat zullen we dansen? Wat zullen we drinken? Nee, dat was een Hollandse groep. Dat was Bots. Bots, ja. Ik heb het helemaal verkeerd. Nee, Rum waren drie Leuvenaars, feitelijk. Ja. Waaronder Dirk van Esbroek, Wiet van de Leest, Paul Rans, dat zijn ze. en die hadden zo de Engelse manier om die volksliederen te brengen. En wij waren daar heel grote fan van. En samen met Wannes hebben die ons toch wel meer beïnvloed dan de traditionele groepen zoals de Vlier en het Klikske. We vonden het allemaal wel vrij tof, maar dat was ons iets te academisch. En daarom gingen we voor de fun. Ja. Met zelfs de pretentie om zelf volksliedjes te schrijven ook. Mm. Dus in de Vlaamse traditie, maar wel met een instrumentarium dat helemaal niet traditioneel was. Dus we vertrokken meestal van de gitaar en banjo, mandolin, ja. Fluitjes, viool. Wat mij betreft, viool. En gaandeweg is dan toch het accordeon, heeft dan zijn intrede gedaan bij de snaar toen. Omdat ik was nogal grote fan van Bernard van Lent, die speelde op een zeer swingende manier accordeon bij Wannes van de Velde. En we hebben heel veel voorprogramma's gedaan van Wannes van de Velde. Dat waren zo pakketten die werden verkocht. En dat paste wel bij elkaar. En ik zat toen altijd vlak voor de Bernard om met mijn ogen te ontfutselen hoe zijn techniek eruit zag. En dat is mij tot op een bepaalde hoogte gelukt, ja. Het was toen al duidelijk voor jullie van dit is het. Het moet ons vak, ons beroep worden. Dat was van in het begin was dat een droom eigenlijk, om daarvan ons brood te kunnen verdienen. Ik wou er nog iets aan toevoegen. De humor zat er altijd wel in. Maar de humor zat niet altijd in de liedjes, maar vooral in de bindteksten. Dus wij deden... In het begin was dat vooral Jan de Broek, die dus alle bindteksten deed. En wij stonden er een beetje voor spek en bonen bij. Maar toen Jan de groep verlaten heeft, toen in 1974, heeft hij de groep verlaten om een café te beginnen. Het spijt hem nog altijd, denk ik. Ja, hij is ondertussen overleden ook. Dus, maar hij heeft dus voor de rest van zijn leven heeft hij altijd ofwel café gehouden ofwel melkboer geweest. Ja, ja. En in dat café kwamen natuurlijk ook wel volkgroepen optreden. Ja, dat is logisch. Ja, dus, maar hij heeft de groep verlaten omdat hij in die tijd moest trouwen, hè, zoals men dat toen zei. En hij wou echt meer bij zijn kind zijn en meer een gesetteld leven leiden. Alhoewel, café houden is ook niet direct een gesetteld leven. Maar dus, toen hij de groep verliet, waren wij aangewezen op z'n drieën. En moesten wij plotseling die bindteksten gaan verdelen onder elkaar. En zo hebben wij ieder een beetje onze eigen stijl ontwikkeld. Waarbij ik dan vooral een beetje de timide speelde, Jan meer de overheersende. En Stef, dat was de kampioen van de lange bindteksten. Die kon... Te lange, hoor ik al. Was soms bindteksten bij. Ik heb zelfs een keer zo'n video bekeken. Eén liedje was 12 minuten, waarvan 9 minuten bindtekst en 3 minuten. En dat systeem is eigenlijk op dat moment... Want op dat moment kwam ook Urbanus zijn neus aan het venster steken. Dus dat systeem van lange bindteksten is eigenlijk door hem en ook iets vroeger door Jan de Wilde serieus geëxplodeerd. Uitgepoerd. En bij Urbanus is dat, dan zijn die liedjes gewoon weggevallen. Op een bepaald moment had hij een voorstelling waar dat gewoon niet meer in gezongen werd. Dat gewoon pure comedy was. En ik herinner me nog goed het allereerste optreden dat we samen met Urbanus hebben gespeeld was Urbanus in ons voorprogramma in Schaarbeek. En dat was een avond... Ganshoren. In Ganshoren. En dat was een avond georganiseerd door
de huidige minister van Onderwijs van Brussel, Guy Van Engel, nog altijd een hele goede kameraad is trouwens. Maar de week daarna kwam Urbanus plotseling op Omroep Limburg en de voorstelling die we daarna samen meespeelden, waren de rollen omgedraaid en zo is het altijd gebleven. Ja. We hebben altijd in zijn voorprogramma gespeeld, behalve de eerste keer. Maar jullie hebben wel een link, hè, met Urbanus? Ja, absoluut. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja, dat was een beetje... Ja, zo'n beetje een vriendenclub. Guido van Helmond, Wim Bules, Lampe Lazarus zaten er ook bij, Jan de Wilde. Allee, de mannen die zo... De humor in de kleinkunst nogal exploreerden. En soms op een vrij flegmatieke Engelse manier. Wij probeerden dat ook te doen, omdat dat... Wij voelden dat dat echt wel heel erg aansprak. Ja, als we zo naar een optreden van het Klikske gingen zien, dan was dat puur academisch. Dat was puur van dit instrument komt vandaar, werd daar gebouwd en wordt nu zo en zo en zo. Dat is ondertussen ook allemaal weer veranderd natuurlijk. Maar toen was dat echt wel... Dat was iets dat ons minder interesseerde. Wij wilden ons vooral ongelooflijk amuseren en ook het publiek amuseren. Ja. In het geval van Urbanus was het dus zo dat hij vanaf de helft van de jaren 70 ontzaglijk beginnen boomen is. En dat hij bijna dagelijks moest gaan spelen, maar hij begon dat een beetje beu te worden. Omdat hij was altijd zelf samen met zijn vrouw op pad. Hij heeft toen het lumineuze idee gehad om steeds een voorprogramma mee te nemen naar zijn optredens. Dus je kon dan Urbanus boeken, dat was de tweede helft van de jaren 70, en dat was met ofwel De Snaar in het voorprogramma, ofwel met Chris de Bruinen, of Jan de Wilden, of Letur Lupin, wat was het allemaal. Ja. En zodanig dat Urbain, dan moest hij alleen maar het tweede deel na de pauze doen. Dus op een uur was hij klaar. Wij konden het eerste deel doen. En wij zorgden ook voor de geluidsinstallatie, dus Urbain moest eigenlijk bij wijze van spreken alleen zijn gitaar in zijn koffer steken en dan kon gaan spelen en evenveel verdienen. Meer. Meer, ja. Maar voor ons, wij kregen natuurlijk ook een klankbord. Hè. Plotseling konden wij ook voor volle zalen spelen. We moesten natuurlijk wel bewijzen dat we het konden. Maar dat was voor ons een opportuniteit om voor volle zalen te kunnen staan. En we hadden ook het voordeel van, wij waren onbekend. De mensen ontdekten ons dus echt wel volle sporthallen. En ja, daar is een beetje de basis gelegd van wat dat we daarna nog altijd jaren hebben kunnen doorgaan natuurlijk. Hè. Plotseling bereikten we het publiek dat we anders nooit hadden gehad, want wij speelden vooral in jeugdclubjes en cafeetjes en nooit in grote zalen. Het cultureel centrumcircuit bestond toen trouwens nog niet. Dat heeft ook heel lang geduurd hier dat we daar binnen mochten. Ja, er waren er een paar al wel, maar dat waren vooral centra van highbrow cultuur. Daar kwamen Urbanus kwam daar ook niet binnen in die periode. Dat is ook pas later. Onze eerste voorstelling in het cultureel centrum was in 1984. Toen waren we al wel 14 jaar bezig. Hè. Dus, en hoe kwam dat? Jullie waren te alternatief, te apart, te anders? Ja, maar dat was vooral ernstig, de culturele centra van toen. Dat was echt... Het ministerie heette toen ook van cultuur en volksopvoeding of zoiets. Hè. Dus volksopvoeding, dat zegt al genoeg. Dus dat dialect, ja, dat mocht daar niet binnen. Dat is, maar op een gegeven moment is die band toch doorbroken. Omdat ze toen ook zagen van we bereiken niet het brede publiek met onze culturele centra. Dus wij moeten een beetje breder gaan, ik wil niet zeggen populairder, maar breder gaan programmeren, zodat iedereen aan zijn trekken komt. En dat is eigenlijk begin jaren 80 hebben wij zo de kans gekregen om een eerste tournee door de culturele centra te doen. Is dat de doorbraak geweest, begin jaren 80? Nee, nog niet toen. Want dat was echt geen succes, die eerste tournee in de culturele centra. Dat was, qua publieksopkomst. Qua publieksopkomst was dat echt een triestige zaak. Ja. Dat was het meeste volk dat wij toen gehad hebben, dat was 100 man in het culturele centrum van Hasselt. Dus als je weet dat daar 1100 stoelen in staan, ja, dat zijn 1000 lege stoelen en 100 bezette stoelen. Sint-Truiden, 17 man. Allee, dat zijn zo van die... Oei, ja. Maar toen, in die periode, vlak daarna, hebben wij die eerste show die we toen gemaakt hadden, want toen waren we al wel De Nieuwe Snaar. 1982 hebben we het systeem, daar moeten we het misschien zelfs over hebben. Maar 1982 hadden wij onze eerste voorstelling gemaakt en die hebben we voor tv opgenomen in 1984. Maar helemaal geadapteerd naar tv-normen, dus met de nieuwste technieken die er in die tijd bestonden. En dat is toen op het tv-festival van Montreux is dat een succes geweest.
Met als gevolg, wij hebben toen de Bronzen Roos gewonnen en de persprijs met dat programma. En toen is alles beginnen boomen. Toen kwamen wij met in elk tv-programma dat er was, want het was 25 jaar geleden dat de BRT nog eens een prijs had gewonnen in Montreux. Dat was toen ook veel prestigieuzer dan dat dat nu is. Nu kent niemand dat eigenlijk nog, Montreux. Maar toen was dat heel prestigieus. En toen zijn we in elk programma, Mike aan Zee, wat was er toen allemaal? Binnen en buiten, al onze... Wij kwamen dagelijks niet, maar zeer veel op tv. En dat heeft zich dan vertaald naar volle zalen. Maar vlak daarvoor, dat ga ik nog wel even toetsen. De césuur tussen De Snaar, de volkgroep De Snaar, en de muziektheatergroep De Nieuwe Snaar, dat is heeft zich voltrokken in 1981 via een tournee dat we deden samen met de Carte Blanche tournee was dat, hè. Dat was een Hollands reizend gezelschap. Later is daar de Boulevard of Broken Dreams uit ontstaan. En nu heet dat de Parade. Enfin, dat waren zo een samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse artiesten. En de groep Radijs met Jos de Pauw, Dirk Pauwels, die zat daar ook bij. En wij traden dus met elkaar elk weekend ergens op. Er werden tenten opgezet. En Parisianen van Erik de Volder was er ook altijd bij. Dus dat was zo een nieuwe... theaterwind dat woeide. Waaide, woei. Dat waaide. Ja, raar. De vervoeging van waaien. Moet ik nog eens bestuderen. Maar enfin, 81. En natuurlijk zaten we s'avonds regelmatig samen in café en werd er daar van alles gefantaseerd. En ik denk dat Jos de Pauw was die zei van... feitelijk zouden jullie zoiets moeten doen... met jullie muziek, zoals wij met theater doen. Dat was woordeloos theater, dat was cartoontheater, dat was ongelooflijk grappig, dat was heel goed uitgewerkt. En toen zijn wij beginnen nadenken, vooral Chris en ik, want onze violist toen, de Stef, ja, die werkte op het bouwbedrijf van zijn ouders. En die wou absoluut geen verdere stap niet meer doen. Wij voelden dat er... ja. Professioneel, dat er wel iets meer in zat, dat we onze jobs zouden kunnen opgeven, omdat we... Er was zo'n wind inderdaad die zei van, voilà, het is nu die richting dat we moeten uitgaan. Wat waren jullie jobs dan eigenlijk? Wat waren jullie jobs toen? Ik werkte vooral in muziekwinkels. Ja. Met gevolg dat ik heel veel vrije tijd had natuurlijk. Ja. Alleen dat ik kon zeggen van, oké, ik moet vanavond daar optreden, dus ik moet om 4 uur weg. Dat was geen probleem. Ja. Muziekwinkels, platenwinkel heb ik ook gewerkt. Ja. En voor de rest, ja... Ja, en ik heb van 1979 tot 1984 ben ik hier in Duffel cultuurfunctionaris geweest. Ah, okay. Dus dat was een job dat nog niet bestond op de gemeente. Ik heb dan met niks heb ik dat opgestart. Ik vond dat heel boeiend om te doen. En het voordeel aan die job was dat ik heel veel avondvergaderingen had die ik kon recupereren. Dus die uren die ik besteedde aan avondvergaderingen van al de adviesraden en zo, kon ik recupereren als vrije tijd, zal ik zeggen. En die spaarde ik dan op om in de zomer op tournee te kunnen gaan. Of om als vrijdags al eens een keer vroeger te vertrekken en zo. Dus dat heb ik tot 84 zo gedaan. Ja. Maar toen zagen jullie dus, er zit meer in. Ja. En ook omdat we zagen bij Radijs, die spelen over heel de wereld. Omdat die woordeloos theater hadden, die moesten niks aanpassen. Dus dat was een universele taal dat die speelde. En zo hebben wij gedacht, dit moet mogelijk zijn met muziek ook, zeer visueel te gaan werken. Ja. En toen zijn we eraan beginnen werken, samen met een kameraad van ons, met de regisseur Mark Peters. En toen we dus langs alle kanten aanvoelden dat Stef de violist niet mee wou gaan in dat verhaal, zijn we beginnen zoeken naar een... Hebben we ons ook niet tegenhouden? Hè? Nee. Hebben we ons ook niet tegenhouden, dat klopt. Zijn we gaan zoeken naar een derde muzikant. En er was zo'n groepje in de Kempen. En die waren nogal fan van ons, van De Snaar. En die heette het Stekkendoosje. En daarin zat een violist met een hele grote viscomica. En dat was Geert Vermeulen. En die was toen... Ja, de prille twintiger, hè. Wij waren toch een 5, 6, 7 jaar ouder. In 1981 is de Geert 21 geworden. 21 geworden, ja. Klopt. En schoorvoetend, de repetities gingen dan nog allemaal heel, heel stroef, omdat hij een beetje geïntimideerd was natuurlijk door de groep waar hij naar opkeek. En plotseling kon hij erbij beginnen spelen. Ja,
kent dat gevoel. Nee, je kunt je dat voorstellen, dat gevoel. Ja, er waren ook een aantal nummers die we van de snaar hebben meegenomen naar de nieuwe snaar. Ja. Omdat we toen ook al zoiets, een beetje ook komiek in de muziek, ook bijvoorbeeld in Allegro Bestiale en zo, dat was duidelijk al een, dat was een persiflage op klassieke muziek eigenlijk. Hè. Dat was het. En dat sloeg altijd heel goed aan, maar dat was echt heel ver weg van de folkmuziek waarmee we in de tijd begonnen waren eigenlijk. Ja. Dus de helft van het repertoire van de nieuwe snaar van de eerste voorstelling was eigenlijk, kwam uit erfenis, de snaar. Ja, dat was een erfenis. En dus Geert moest zich daar een beetje in inwerken. Want we moesten een vol avondprogramma hebben natuurlijk. Hè. En dan na een paar try-outs hebben we dan onze première gedaan in Beverwaas. In, hoe heet die club weer al? In De Spiegel. Spiegel. Nogal een legendarische en een goed draaiende club. En daar hebben wij ondervonden dat feitelijk de Geert op het podium, dat hij echt wel alle aandacht trok. Wij, met onze 10 jaar ervaring, wij werden bijna van het podium gespeeld. En die mensen hebben zich een breuk gelachen met wat er toen gebeurd is. En toen voelden we dat we echt wel goud in handen hadden. En dat hebben we dan verder geëxploreerd. En dat hebben we 32 jaar lang vol kunnen houden. Dus dat is wel... met een kleine aanpassing in 1999, toen Walter Poppelius bij ons is komen spelen. Dat was ook omdat we voelden dat we met het trio ongeveer alles hadden gedaan wat we konden. En dan was het, ofwel doen we verder en blijven we een beetje gezapig verder draaien met wat we kunnen, ofwel nemen we er iemand bij, wat natuurlijk op economisch gebied een verkeerde beslissing was, want dan moet het loon in 4 gedeeld worden in plaats van in 3. Maar artistiek gezien was dat wel een ongelooflijke stap voorwaarts, omdat hij bracht zijn muzikale bagage. Hij speelde contrabas. Ik was niet meer verplicht om de bassen van hem, mijn accordeon, te gebruiken als contrabas, met gevolg dat ik ook andere instrumenten kon bespelen. En dat was dus een onnoemelijke verrijking. En daar... Ja, met de voorstelling De Vierde Maat. Hè. We noemden dan meteen ook onze nieuwe vriend Onze Vierde Maat. Hè. En toen hebben we toch wel jaren aan een stuk reeksen kunnen spelen in de cc's. Hè. Dat was dan de boeker. Dat werd op een, hij kreeg dan feitelijk alles op een presenteerblaadje. Hij moest gewoon bellen en zeggen van hoeveel dagen wilde jij de nieuwe show van de nieuwe snaar boeken. En dan was het degene die de meeste dagen pakte, die kreeg de eerste keuze. En zo ging dat toen. Ja, maar jullie waren groot, hè? Ik mag dat toch zeggen. Ja, maar ook klein begonnen. Ik bedoel, toen we met de nieuwe snaar starten, was dat niet plotseling dat allemaal begon te boomen. Dat heeft echt te maken met dat Montreux-gedoe. Dat we toen die eerste show, want wij op dat moment waren wij eigenlijk meer in het buitenland aan het spelen dan in Vlaanderen. Het kleine theatercircuit in Zwitserland en Frankrijk hebben wij heel veel gedaan. En plotseling was er dan Montreux en werden wij overbevraagd in Vlaanderen, maar toen zat ons seizoen nog redelijk vol in het buitenland. En dus we hebben dat pas een jaar nadien kunnen doen. En toen zaten de zalen altijd... Vanaf toen zaten de zalen vol. Vanaf toen meer dan 30 jaar lang eigenlijk. Ja, dit is nooit ingezakt, nee. Niet echt, maar dat is gewoon omdat we ons... vanaf toen is het systeem ontstaan dat we om de 3 jaar een nieuwe voorstelling maakten. Dus wij toerden 3 jaar met 1 voorstelling. En 2,5 jaar, hè, want de rest... Ja, en dan, een half jaar repeteren. Ja. En dan... vertrok die voorstelling naar het buitenland, maar dan hadden we voor Vlaanderen en Nederland al een nieuwe voorstelling gemaakt. En het was altijd opnieuw van nul beginnen. Scratch. Dus nooit, scratch. Ja, dus niet de bekende nummers, de succesnummers terug recapituleren of hergebruiken. Nee, gewoon altijd van nul terug beginnen. En dat was wel... die eerste jaren was dat wel ongelooflijk zwaar, zal ik zeggen. Het was altijd... eigenlijk, dat is nooit anders geweest dan zwaar. Nieuwe voorstelling maken. Maar je moet dat doen om jezelf altijd heruit te vinden. In 1984 hebben we dan de stap gezet om er echt ons beroep van te maken. Dat was toen nog een beetje een sprong in het ongewisse, laat ons maar zeggen. Een job opzeggen is niet zo evident. Het is gelukt. Maar dat wisten we toen niet, dat het ging lukken. Ja. maar jullie hebben wel, zoals Jan ook al zei, en ik ook al, 30 jaar op hoog niveau... Ja. Heel intensief gespeeld. Daar hebben we altijd wel nogal goed over gewaakt. Ja. Dat we nooit gingen vervallen in platte humor. Dat het altijd wel ergens raar was. Dat er altijd wel ergens een hoek af was. En ik herinner mij een interview met Guga Baul. Van
ik denk een jaar of vijf geleden. En die vertelde toen, de nieuwe snaar zei hij toen in dat interview, dat ging niet over ons, hè, dat was gewoon, dat zijn de koningen van de culturele centra. Waarschijnlijk omdat hij ons elke keer in elk boekje wil zag staan. Dat is zo, ja. Ja, ja, ik herinner mijzelf trouwens, William heb ik gezien in de Schouwburg in Kortrijk. In de Vooruit. Daar ben ik de naam van kwijt van het stuk. En ik herinner mij een geweldige show op Dranouter, het Dranouter Folkfestival. Dat was waarschijnlijk een jaar of 10 geleden of zoiets. In 2004 hebben we in Dranouter. Wat niet evident is, om met jullie vorm van kunst, van theater, op het festivalpodium te gaan staan. Die festivalshows die werden wel aangepast aan het gegeven festival. Ja. Dat we daar echt niet te veel theatraliteit, maar dat het vooral muziek moest zijn, het moest vooruit gaan. En ook daarom dat we dan extra muzikanten meenamen. Ja. Maar in het buitenland hebben wij op veel zomerfestivals met onze theaterdingen gestaan. In Zwitserland. Maar dat waren dan ook festivals, die meer zomertheaterfestivals. Ja. Ook in tenten en zo. Ja, of je kunt het zo vergelijken met Rivierenhof. Dat is ook theatervriendelijk. Daar kun je ook een decor op stellen. En in het buitenland was dat ook in Zürich. Het Zeltfestival. Dat was echt wel... Nyon. In Nyon, dat waren echt wel grote successen ook elke keer. Ja. Jullie zijn nu, hoe lang? 5 jaar gestopt? Vijf jaar gestopt. Want ik was er ook bij op de laatste show, weet ik, in het Sportpaleis. Ik weet nog dat ik naast Gilly stond de hele tijd, die toen ook mee meespeelde. Ja, dat is binnen 2 maanden is dat net 5 jaar geleden. Ja. Kijk, missen jullie dat niet? Al 5 jaar lang. Ik heb nog geen moment gemist. Echt waar? Nee. Maar dat komt natuurlijk ook omdat feitelijk van na de laatste voorstelling De Nieuwe Snaar ben ik onmiddellijk in andere projecten gestapt. En dat is nooit gestopt. Dat is altijd weer, komt er weer iets nieuws. Kleine dingen ook. Het ellenlange toeren was ik al lang beu. Dus dat heeft nu echt een eind genomen. En ik kan nu al de dingen die ik ooit nog wil doen, kan ik nu altijd wel kwijt in anderen. En ik werk ook altijd met andere muzikanten en ik word daar ongelooflijk veel slimmer van ook. Ja. Nooit gemist. Bij mij is het een beetje een ander verhaal. Ik moet zeggen dat ik heel die carrière ben ik nooit tegen mijn goesting de auto ingestapt om te gaan spelen. Dus ik heb dat altijd dolgraag gedaan. Ik vond dat fantastisch om te doen. Ik zal niet zeggen, af en toe is het een beetje minder, een beetje ziek zijn of zo. Maar het spelen zelf heb ik nooit als een last ondervonden. Maar met het stoppen dacht ik, ik ga met een paar vrienden ga ik terug iets nieuws opstarten zonder gewoon om mij bezig te houden. Maar dat is eigenlijk niet gelukt. Blijkbaar was de zin over bij mij om het nog te doen. En wat een tweede ding was, er is op het moment dat wij gestopt zijn, is er bij mij een hoop stress van mijn lichaam gevallen, waarvan ik nooit beseft dat ik die gehad had. Dus dat is zo'n soort rust over mij gekomen van, ik moet niet weg deze avond. Zo, ik moet niks. Ik moet tegen volgende week geen ding instuderen. Dat soort dingen. Dat viel allemaal van mij af. Ik had zoiets van, wat is dat hier in vrijheid? Maar ja, natuurlijk, er moet wel brood op de plank komen. En ik heb een beetje een jaar kat uit een boom gekeken. En dan ben ik terug zo. Ik ben nu terug aan het spelen, maar dat is echt niet met de ambitie om terug een carrière op te bouwen, maar meer om het in de vingers te houden. Ja. Maar echt zo terug weekends of 4-5 dagen in de week gaan spelen, nee, dat zie ik niet meer zitten. Af en toe, als de gelegenheid zich voordoet, dan wil ik dat nog wel doen, maar niet meer zo constant. Dat is... Dat is wat je vaak hoort. Het artiestenleven, mooi publiek, applaus, succes, noem maar op. Maar dat toeren, dat telkens weer op en af. Ik herinner mij nog een uitspraak van Chris, dat hij zei van, helemaal op het einde, dat hij zei van, als ik nu nog een job vind, dan zal het iets moeten zijn dat ik nooit nog in de auto moet zitten. Ja. En voilà. En het is gelukt. Ik heb het voorbije jaar heb ik meer kilometers met de fiets, veel meer kilometers met de fiets gedaan dan met een auto. Ja, gelukkig mens zie ik. Gelijkbaar ook. Dat is zo'n beetje de grote switch. Toen we dus op het einde van de laatste, laten we zeggen,
De afscheidstournee Konietzsch heb ik heel graag gespeeld. Maar de show daarvoor, die heette Voor Elf, dat was voor mij een ongelooflijke moeilijke om mezelf daarin te vinden en een rol voor mij te geven. Dat was ook de donkerste show die ooit gemaakt. Ja, dat was ontstaan met heel veel crisissen en ik weet niet wat. Dus dat zat. En toen had ik echt het gevoel, elke keer moeten gaan spelen, moeten repeteren, ja. Moeten nieuwe nummers, moeten. En het moeten is weg. Ik heb nu alleen maar het gevoel, ik mag. Ja. Dat is een heel groot verschil qua intentie natuurlijk. Hè. En ik zal mij altijd blijven bezighouden met het exploreren van de zijkanten van de muziek. Altijd zo de dingen die in de marge gebeuren, die ik altijd heel interessant vind, die nooit het grote publiek hebben gekend. En ook af en toe hommageprogramma's, nummers, een volledig programma maken met prachtige muziek van zangers die ze niet meer kunnen zingen omdat ze overleden zijn. We hebben twee grote concerten gedaan met de muziek van Wannes van de Velde, met een orkest van 10 man, wat ik mij ongelooflijk... Dat heeft heel veel energie gevraagd, omdat je, als je op het niveau van Wannes wilt spelen, dan moet je echt wel heel veel moeite doen. Dat is ongelooflijk uitgewerkt en heel geëlaboreerd en heel erg bedacht. Maar dat zijn dingen die mij ook, mijn geest ook helemaal fris houden. En ik word daar ongelooflijk veel slimmer van, ook van die dingen. En zo iets van die dingen dat ik vroeger haatte, ik de repetities. Ik deed dat niet graag, omdat meestal repeteren was 2 uur discussiëren en 1 uur spelen. En nu repeteer ik terug heel graag, omdat er altijd muziek wordt gemaakt. Het was de laatste jaren, dus de laatste 3 shows die we met de nieuwe snaar gemaakt hebben, waren echt lijdenswegen. Dus de repetitieperiode, lijdensweg. Hoe komt dat dan? Ja, plots niet meer? Of? Ja, dat is zo van, je hebt het gevoel dat je alles al eens gedaan hebt met dezelfde mensen. Karakters beginnen al eens te botsen, je wordt wat ouder. Dat soort dingen. Het was zo... Ja, we konden elkaar niet meer verrassen, denk ik. Dat een groot ding was. En ook zo dat de meningen van welke richting het moest uitgaan, dat die meningen al wel eens serieus uit elkaar liepen. Dus Geert was echt de man meer van het visuele spektakel. Fysiek. Circus. En hij kon dat ook, omdat hij de fysiek daarvoor heeft. Wij waren toch al een pak ouder dan hem. En niet zo... fysiek tot alles in staat van wat dat bij kon. Acrobaat, wat was het, hè? Hij was een acrobaat, dat hadden wij helemaal niet. Ik ben wel een sportieve mens, ik sportte veel en zo, maar ik ben geen acrobaat. Terwijl Jan, dat was meer iemand, die wou gewoon zijn liedjes naar de mensen toezingen. En dat was zo dikwijls het verwijt van Geert, van ja, jullie doen niks fysiek. Jullie willen alleen maar muziek spelen, terwijl ik moet altijd voor het visueel spektakel zorgen. Allee, dat soort... En dat werd soms echt zeer zware conflicten. Ja, het was ook heel moeilijk, omdat de Geert zijn zijn gedachte was altijd van, die gaat altijd tot en met het gaatje. Dus, en er ook nog een keer binnenin, als het moet. Dus altijd echt tot het aller uiterste. Zowel in dingen instuderen, moeilijke nummers instuderen, als ook in de discussies. Met gevolg dat er soms heel weinig uitwijkmogelijkheden waren. Dat de koppigheid van ons drieën, zeg maar. Walter was altijd zo'n beetje een rustbrenger. Maar de koppigheid, vooral van Geert en ik, wij hebben heel veel conflicten gehad. Dat is absoluut waar. En het was op een bepaald moment was dat niet meer leefbaar. Ja. Dus daarmee dat we... nog een nieuwe voorstelling maken, dan hadden we echt zoiets van, weer een jaar ellende, repetities, discussies. Niemand had daar nog zin in. Dat was echt... Dus het was duidelijk, het stopt. Het was voorbij, voorbij. Dat hebben we moeten inzien. Dat is, Het heeft eigenlijk nog langer geduurd dan we dachten, omdat op het einde van de repetities van Voor Elf... Is het echt kantje boorten geweest of we hadden die show niet gemaakt? We hadden gewoon daar gestopt, maar plotseling kwam dan de overweging. Dat was een tournee die volledig geboekt was ook. Kwam de overweging van als we nu 14 dagen voor de première zeggen van we lassen het af, dan wachten we ons een hele hoop schadeclaims natuurlijk van al die culturele centra die een volle zaal hadden en die al die dingen in rook zien verdwijnen. En dan hebben we toch maar gekozen voor de
de groep. En voor het allemaal privé te houden, de conflicten van Nina, want dan had dat natuurlijk ook wel heel grote vragen opgeroepen en hadden we daar allemaal moeten uitleg over geven. Dat hebben we allemaal kunnen ontwijken. En dan hebben we, op het einde is het dan toch nog, toch nog een beetje goed gekomen, want die voorstelling werd dan door de mensen van de pers werd toch wel op een juiste manier beoordeeld ook. En dat vonden we wel heel fijn. Het was niet de grote grappen allemaal, die erin, maar er zat heel veel donkerte in. En dat mag al een keer, hè. Ja. Voilà. Ja. Het was bij de creatie van Voor Elf, voordien eigenlijk, jij sprak nu over de laatste show, maar het was eigenlijk voor elf zijn we zelfs in groepstherapie gegaan. Dus echt met een psycholoog, een paar sessies, een paar weken na elkaar zo. Om de groep te laten bestaan. Relatietherapie voor de nieuwe staat. Om een vorm van samenwerking te vinden zonder dat dat op het persoonlijke vlak zou botsen. Dus zover is het gekomen. En dan hebben we die Voor Elf gemaakt en gemerkt daarin, die therapie. Ik moet eens even kijken. In die show zult je heel veel acties zien die Geert op zijn eentje doet, terwijl dat de andere drie iets anders aan het doen zijn. Dat is, hij is echt heel Einzelganger in die Voor Elf show. En dan daarna, na Voor Elf, wisten we eigenlijk niet goed wat we gingen doen. En toen is het dan besloten van een soort best-of te maken. En dat is, ben ik zeer blij mee dat we die voorstelling gemaakt hebben. Omdat het een zeer mooie afronding was van hetgeen we in al die jaren gedaan hadden. Dat was nog een keer de catalogus open doen. Voilà, dat is wat waar wij voor staan. Dat is wat we kunnen, wat we willen laten zien ook. En dan is het gedaan, nog één keer natuurlijk, in extremis in het Sportpaleis dan. Ja. Met die waanzinnige meute dat er op dat podium stond. Dat vond ik ook wel ongelooflijk. Dat was heel stressy om dat te maken. En, maar de voldoening daarna was ongelooflijk groot. Ja. We hebben het mooi afgesloten. Dat was zo. Dat denk ik with wel. A bang. We did go with a bang. Ja. Maar het maken van een best-of, dat was de grootste tegenstander daarvan was altijd Geert. Geert die wou nooit terugblikken. Nu nog niet, trouwens. Ja. Dus hij wou, als we zeiden van we gaan een best-of show maken, nee, die oude rommel gaan we toch niet meer spelen. Zo dat, en was echt zo'n... En toen hebben wij gezegd, ja, Geert, het zal dat zijn of niks. We hebben die echt onder druk moeten zetten op het einde. En dan heeft hij toch bijgedraaid en hij heeft dan achteraf toch ingezien dat het toch wel een mooi cadeautje aan het publiek was, die laatste show. Dus hij is daarin wel bijgedraaid. Maar voor die zover te krijgen moesten, hebben we echt hemel en aarde moeten verzetten. Hoor. Hoe moeilijk een groep kan zijn. Hè? Nu, het is niet alleen jullie verhalen, het is een verhaal van vele groepen, muziekgroepen of theatergroepen. Ja. Maar we zijn ook ontzettend blij, fier en trots dat al die kleine en grote conflicten, dat dan nooit in de openbaarheid is gekomen. In het boek zelfs is het een aangepaste versie. Want de verhalen waren soms heviger. En de redacteur heeft dan gezegd van... Ja. Ik was het boek nog aan het schrijven toen we aan het repetitieproces van de laatste show bezig waren. En dus we hadden... Trouwens, over jullie... hele carrière, ik wil het ook even vermelden in deze podcast, dat het geschreven door jou, Chris. Ja, helemaal alleen. Ik wist niet dat de mensen die je luisteren ook weten, van we kunnen het nog eens in extenso lezen. Het verhaal van het de nieuwe snaar. Het is nog verkrijgbaar, maar niet zo gemakkelijk. Het is eigenlijk officieel niet meer in de handel, omdat de laatste exemplaren heb ik nog in mijn bezit. En die zijn via standaard boekhandel is het nog te bestellen. Maar het is, ik heb er onlangs in Antwerpen de slechte 2 getekende exemplaren zien liggen. Ik denk dat er meer getekende exemplaren naar Antwerpen. Meer getekende exemplaren in omloop zijn dan ongetekende, denk ik. Want we hebben tijdens voorstellingen heel veel boeken verkocht. Ja, dat was hetgeen dat werkte. Hè. Ja. De impulsverkoop, voilà. Ja. En ik was dat boek dus aan het schrijven in dat repetitieproces. En op een gegeven moment heeft de eindredacteur toch tegen mij gezegd van pas daarmee op, want dat boek blijft nog jaren bestaan. En je bent een beetje je frustratie aan het af... De frustratie die je overdag hebt doordat het weer niet werkt, ben je aan het afschrijven, van je af aan het schrijven in dat boek.
En dan heb ik dat toch wel eens, die hoofdstukken toch herwerkt en meer... gemilderd zijn en verzacht. Ja, meer objectief. Hè. Je moet niet, een boek moeten niet schrijven om na te trappen naar iemand. Dat, dus, maar ik heb wel geprobeerd om de geschiedenis, zo, voor zover dat bestaat, zo objectief mogelijk te beschrijven. En de aandachtige lezer leest tussen de regels wel wat er echt aan de hand is. Ja. Zien jullie Geert Vermeulen nog? Horen jullie hem nog? De laatste keer dat ik hem gezien heb, was vorige zomer. Toen we naar dezelfde voorstelling gingen kijken. We stonden in de rij aan te schuiven in de zomer van Antwerpen. En dan heb ik hem nog eens tegengekomen. Maar sindsdien, ik zoek het ook niet op. Ik zal het zo zeggen. Ja. Ik heb hem ook vorige zomer in Dranouter heb ik hem nog bezig gezien, ja. En het is niet dat wij niet on speaking terms zijn, want als we elkaar tegenkomen, is dat... Maar voor de rest, ja, weet je, ik denk, wij hebben te lang, te veel jaren op mekaars lip gezeten. Dat je, zoals ik dat straks zei, van die stress die van mij afgevallen is, wel, die stress kwam ook voor een stuk daardoor, door de moeilijke situatie binnen de groep de laatste jaren. En dat is zo van mij afgevallen, dus ik ga dat niet terug opzoeken. Het is een relatie die, die stuk loopt. Het is een identieke verhaal. Dat zijn meningen die zo ver uit elkaar gedreven worden dat je niet meer terug kunt. Dat je niet meer zegt van, voilà. En uiteindelijk, hij zei dat zelf ook, hè, wij zijn geen vrienden, wij zijn collega's. Voilà. Ja, waar ook niets fout mee is. Gevoeld, ja. Nu, als we al die jaren overschouwen, hè, wat is het hoogtepunt? Is dat in één of twee antwoorden te vatten? Wel, ik heb zelf van mezelf een keer nagedacht. Wat is nu voor u het beste dat je ooit gedaan hebt bij de Nieuwe Snaar? En dan zijn er twee voorstellingen die ik mij herinner als wat ik zelf heel, heel, heel erg tevreden van ben. En dat is met het trio de Nieuwe Snaar, het laatste dat we gedaan hebben. Fa mineur 7 heette dat. Dat vond ik echt van een heel mooie... van begin tot het einde klopte dat helemaal. En dan met als Walter meekomen spelen in de tweede show, de omloop. Dat vond ik ook een allee. Vond ik zelf ook een geweldige voorstelling. Ja, dat zijn dingen die ik echt koester. Daar zitten ook geweldige nummers in. En daar klopte alles. Daar had iedereen ongeveer evenveel deugd van wat er gebeurde ook. Alleen dat was mijn idee toch. En... ja, dat zijn zo de twee dingen die ik als hoogtepunten... En dan hoogtepunten natuurlijk. Het voorstellingen waar het compleet helemaal klopt. Bij Fa mineur 7 bijvoorbeeld. En dat is geregistreerd ook. Was de kleine komedie. In Amsterdam. Die live fragmenten. Gevoeld daar een soort van elektriciteit. Ik heb prijs mij gelukkig dat toen voor een deel op die cd is terechtgekomen ook. Ja, dat was toen... Dat heeft iedereen... We hebben toen een week kleine komedie gespeeld en elke avond opgenomen. Audio, hè. Dus, hetgeen op de cd terechtgekomen is, zijn opnames van één dag. Van die andere vijf dagen is er bijna niks van op cd gekomen. Dus dat wil zeggen dat er toen dat zijn zo van die magische dagen. En dat is de enige die ik... op dat niveau die ik me kan herinneren. En ik moet ook zeggen, Fa mineur 7, het was niet voor niks dat... na Fa mineur 7 dat Walter erbij gekomen is. Omdat we na Fa mineur 7 waren wij compleet leeg. Ja. En wij dachten, nu, dat is echt... Deze kunnen we niet overklassen. Dan waren we het met z'n drieën over eens van dit kunnen we niet beter met z'n drieën doen. Nu hebben we alles uit de kast gehaald wat we konden. En ik heb hetzelfde gevoel als Jan over die voorstelling. Omdat er zo'n prachtig decor ook. Dat was die figuren die erin spelen, waren geen clichématen. Allee, er zat natuurlijk clichés in, maar dat waren echt duidelijke personages in die voorstelling. Dat is echt... niet dat we hetgeen wat nadien gedaan hebben niet goed was, maar je kunt zo... Ik denk dat ik ook Fa mineur 7 als mijn liefste show moet beschouwen. Ja. Ja. En hits, want dat is... wat mensen vaak vergeten. Jullie hebben hits gescoord. Hè? Jullie vooral radiohits. Op de radio gespeeld. Radio en de laatste dateert weer van... die komt uit... de omloop. Uit de omloop, hè. In de hemel is geen Dylan. Ik denk dat het meest gedraaide
single nummer is van de nieuwe snaar op dit moment. Dat zou wel eens kunnen, ja. Dat heeft ook programma Zaterdagsmorgens op Radio 1. Fox heet dat nu. Ja. Toen heette dat anders, geloof ik. Dat was ook zo één op één. Het is al een aantal jaar. Dat was ook zo'n soort van luisteraars. Hebben we toen eens 14 weken op nummer 1 gestaan. Of zoiets. Dat was dus ongezien, dat hadden wij nooit gehad. Maar dat, spijtig genoeg, was toen de platenmarkt al lang ingezakt en vertaalde zich dat niet in verkoopcijfers. Dus qua platenverkoop, cd-verkoop, hebben wij nooit hoge toppen gescheerd. Ja. Omdat de mensen altijd zeiden van, ja, je moet jullie echt zien. En dan dachten we, ja, dan maken we dvd's, maar een dvd is toch ook weer al een dimensie gedaan, minder. Het is niet het live gebeuren, driedimensionaal, nu. Dus qua dat is misschien wel een tegenvaller van de nieuwe snaar van de carrière. Dat we niet rijk geworden zijn van platen. Dat de dvd niet meer, niet meer liep. Ja. Maar jullie zijn meer dan de groep van Zwemmer Zwem, fotografie. De Dynasty Rap. Ja. Die ik onlangs nog in een alternatieve versie heb gehoord op Radio 1. Ja. Het fantastische nummer De Postbode. Ja. Persoonlijk geweldig nummer. Het ijsje vanille. Ja. Ook van die plaat, denk ik. Ja. Dat was de Hakaja-show. En die is voor een heel groot deel qua teksten geschreven door Hugo Matthijssen. Ja. En daar hebben wij dan achteraf, in de latere carrière, dan toch wel de vruchten van geplukt, omdat ik plotseling zag van hoe vanuit welke invalshoek kun je de teksten schrijven. En Hugo heeft me daar heel erg bij, heeft mij de weg gewezen, feitelijk. Ja. Al vaker gezegd dat Hugo Matthijssen zo'n textueel creatief genie is, eerder dan een vertolker. Ja, wat hij ook wel is voor een hele maar. Ja, voor de natuurlijk, hij heeft zijn truc gevonden, hè, met de Clément Peres Exposition, waar hij compleet helemaal voor de volle 100% los kan gaan. Maar toen Hugo Matthijssen en De Boom, ik vond dat onze fantastisch groepje, die maakte geweldige goede nummers. Maar je moet natuurlijk van het stemgeluid houden van Hugo zelf. Ik persoonlijk heb daar geen enkel bezwaar tegen. Ja. En ik vind dat hij ook de beste vertolker is van zijn nummers. En hij zei op een bepaald moment over ons, vond hij van, ik vind de nieuwe snaar de beste vertolkers van mijn nummers. Dus voilà. Zijn altijd goede vrienden gebleven. Maar jullie zijn echt ook een hitgroep geweest. Wat hitgroep? Wat hitgroep? Jullie hebben de radio gehaald. Radio dus zo'n theatergroep waren jullie niet, om het zo te zeggen. Nee. En we zijn toen in de grote tijden van de populaire Vlaamse muziek, hebben wij ook een paar keer met leme voeten weliswaar, maar zijn wij een paar keer in de Tien om te zien reeks opgetreden ook. Hè. Is dat zo? Met elk nummer uit Hakaja is ben allemaal op. Het was toen echt de boom van de Vlaamse muziek. Hè. De opkomst van VTM, dat was die periode. Met elk nummer van die plaat heeft de platenfirma op single uitgebracht. Waar dat we dan steeds naar Tien op te zien moesten gaan. Ja. Dat was altijd tegen de goesting. Ja, dat jullie daar wel heel apart waren en daar met een aparte blik konden op kijken ook. Maar het was zo, dat was echt zo dat ik heb nooit gehouden van dat opgefokte, alles is tof en plezant en geweldig en zo. Ik hou daar totaal niet van. En, maar dat was, dat was zo een nieuwe wereld waar wij zo met één been inzaten, maar de tweede stap zetten wij nooit niet. Ik vond dat wel plezant om dat eens mee te maken, maar dat was allemaal zo opgefokt, dat was allemaal playback, dat publiek dat werd zot gemaakt een uur op voorhand. En ik denk dat nu nog bestaat, dat soort dingen, maar ik frequenteer dat niet. Ment TV. Dus dat Tien om te zien bestaat eigenlijk nog altijd, hij deed nu Ment TV en dat is 24 uur op 24. Ja, dat is, mijn vrouw die werkt in... Mijn vrouw werkt in een rust- en verzorgingstehuis en daar staat dat dus. Die kent dat heel goed. Want er staat in elke kamer staat dat op. Ja. Dus, dat was een soort van een goodwill tegenover de platenfirma dat we dat deden. Maar want hadden we er zelf mogen kiezen, hadden we dat nooit gedaan, feitelijk. Hè. Maar het heeft ons niet geholpen in de platenverkoop. Nee, absoluut niet. Wij wouden ook niet in de boekjes gaan staan met onze familie. En dat hebben we toch al die jaren consequent blijven doen, dat wij nooit ons privéleven in de populaire pers hebben gegooid.
Dat hebben wij altijd zeer streng bewaakt. En daar waren we het alle vier over eens. En na een tijd stellen ze die vraag niet meer dan. Omdat ze toch weten, die mannen gaan er toch niet op in. Ja. Wij willen wel interviews in de bladen gaan staan als het over een nieuwe show of over een nieuwe plaat ging en zo. Maar niet als het met onze kinderen of onze vrouwen moest zijn. Dan deden we niet. Nee, want inderdaad, jullie zijn nooit in de openbaarheid gekomen daarmee. Nee. Ik denk nu te weten hoe het zit met jullie nageslacht, omdat ik in de gang iets heb hangen. Ja, ja, ik zal er ook over zwijgen. Ja. Maar nee, we hebben een normaal familieleven. Ja, ja, zeer normaal zelfs. We zijn nog altijd bij onze vrouw. Ja. Dus ook. En we hebben alle twee kleinkinderen. Ja. Dus voilà, fijn. Ja. Dus alles oké. Maar Thomas Siffer heeft dat ooit eens gezegd. Jullie zijn zo low profile. En low profile. Toen ik dat woord voor de eerste keer hoorde, wist ik niet wat dat was. Dat is jaren geleden. Hè? Nu weet ik wel wat dat is. Man. Maar dat was bijna een verwijt. Zo, van, jullie zijn zo low profile. Ja, onze voorstellingen, die moeten bekeken worden. Wij maken daar deel van uit, maar wij hoeven niet. En dat werkt in feite ook nu zeker, omdat hoe langer dat het geleden is dat die voorstellingen te zien geweest waren, hoe legendarischer dat ze worden. Dus mensen praten daar nu over en die worden blijkbaar elk jaar nog altijd beter dan dat ze ooit waren. En dat is een heel aangenaam gevoel, ook omdat je nooit geconfronteerd wordt met dingen dat je niet wil doen. Dus de vragen die nu komen, hebben altijd wel iets te maken met het profiel dat je zelf hebt opgelegd. Voilà, ik sta daarvoor, ik ga alleen maar voor de echte goede dingen en de dingen die er een beetje raar uitzien. Maar bijvoorbeeld privé-toestanden of een reisje naar Disneyland met een fotoreportage, daar worden wij nooit voor gevraagd en gelukkig maar. Ja. Wannes van de Velle heeft dat ooit eens mooi verwoord over ons. Dat is zo'n uitspraak dat altijd in mijn hoofd is blijven zitten. Hij heeft gezegd, de nieuwe snor, die zijn ontsnapt aan de showbusiness. Zoals ik vergeet. Ja, ik weet dat nog heel goed. We zijn ontsnapt aan de showbusiness. Fantastisch. En dan van hem ook. Ja. Jullie komen een beetje uit de tijd van het geëngageerd theater, noem maar op. Ja. Was dat voor de nieuwe snaar belangrijk? Maatschappelijk, politiek engagement? Ja, er zit altijd wel humor. Ja, want ik heb vorige week, en dat kan ik jullie wel vertellen, heb ik naar Radio 1, naar de muzieksamensteller Evert Venema, ik heb een mail gestuurd. Ik heb gezegd, zeg, dat het klimaat is nu toch wel... Allee, bedoel, elke dag zit dat wel in het nieuws. Ik zeg, zijn jullie vergeten dat we 13 jaar geleden een fantastisch nummer hebben opgenomen? Redden dat heet dat. En dat is zo'n soort een Latijn, een beetje Buena Vista Social Club nummer. Denk eens voor de kinderen van onze kinderen. Denk er eens aan als je dat doet. 13 jaar geleden. En ik heb een antwoord gekregen. Zei, dat is een visionair nummer. Ik ga de programmamakers er attent op maken dat ze dat af en toe een keer... veilig. Ik dacht, ik zeg, ik heb er geen enkel belang bij, want de nieuwe snaar bestaat niet meer. En trouwens, het is een nummer dat vooral Geert Vermeulen, ik vind, het is volledig totaal zonder eigen belang. En daarmee durf ik het ook aan hem vragen. Ik zeg, luister er een keer naar en denk van, oké, dat is goed, dat kunnen we wel in een of ander, als het actualiteit programma is over het klimaat, dat kun je gemakkelijk. Dat doen ze veel te weinig de laatste tijd. Hè. De muziekkeuze op de radio wordt vooral bepaald door de computer. En we hebben een nummer nodig van 2 minuten 35. Op, dat wordt dan gezocht. En dat nu past tempo, bij wat ze zeggen of niet, dat is zo'n beetje het grote probleem. Er zijn ook geen goede... Ik bedoel, vroeger had elk programma zijn eigen muzieksamensteller. Ja. En dat is allemaal nu hele pot nat. Dat is waar. Ik hoorde nu net wel een uitzending van De Wereld van Sofie. Het ging over jodendom en zo meer en antisemitisme. Ja. Dan Lennart Cohen met een nummer over. Ja, in veel programma's maar, is het... Ja. Omdat je daarnet sprak over dat geëngageerd theater, dus het stuk dat ons echt de schellen van de ogen heeft doen vallen, dat was in de tijd Mysterio Buffo. Hè. Wij hebben die ontstaan geschiedenis. Jan de Kler is zeker die. Jan de Kler, de nieuwe scène, Wannes van de Velde zat erin. Dat was een theaterhit van je wilste in heel Europa trouwens. Maar dat was ook omdat dat zo hoe zal ik het zeggen, dat was theater terug dicht bij de mensen. Dat was met heel weinig techniek, dat was met heel weinig decor, maar zo functioneel. En dan dachten wij, dat soort theater, dat is
ook mogelijk. En dat was anarchistisch ook. Hè. Zeer links ook, zal ik maar zeggen. Tegen de schenen schoppen van de gevestigde orde en zo. En dat heeft... wij hebben daar... Ik heb waren jullie links? Wilden jullie links zijn? Progressief? Kritisch? Ja. Ja, maar... Maar ja, maar dan niet, niet echt mee van die duidelijke statements van stem voor de dien of stem voor de dien. Ja. Maar wel, ik denk dat je toch wel merkt in onze manier van voorstellingen maken, ja, dat dat toch zeker niet... dat was toch, dat zat toch altijd een vorm van anarchisme in. Ja. En naar nieuwe vormen zoeken. En ja, zoals Jan daarnet zei, zo wat... De kant van de muziek, allee, niet de middenkant, maar meer de zijkant kiezen. Zo, hè. Dat is toch een soort engagement, denk ik. Wat ik in deze reeks vaak hoor, is het ongelooflijke voorbeeld van Nederlands hoop. Ja. Ja. Zowel muzikaal als ja, 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 inhoudelijk, ja, als qua, ja, verschijningsvorm. Hè, dat qua zijn zo van die eikpunten. Mr. Obufo is er ook eentje van, in Nederlandse, de komst van Nederlands, ja, hoop. En dan in feite ook de allereerste dingen van Urbanus, dat was allemaal, dat was puur anarchie. Hè. Dat was ook op podiumgebied, ook gewoon uw eigen, ja, compleet uw eigen goesting doen, ja, en geen rekening houden met wat de andere mensen ervan zouden zeggen. Zo, ja, dus de conventies overboord gooien. Hè. Ja. Ja. Duidelijk. Nederlands hoop had dat ook, er zullen er nog wel zijn, hè, die... Ja, dus Hans Theeuwen heeft dan zijn cabaret gedaan, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Hetgeen dat Nederlands hoop in de jaren 60 en 70 deed, doe Hans Theeuwen nu de laatste 15 jaar. En Wim Helsen kunnen daar ook bij. Dat is allemaal complete, ja, nieuwe vormen van iets op een podium te brengen. Hè. Volgen jullie dat nog? De nieuwe scène, zeg maar, de nieuwe komieken, de nieuwe cabaret, ja, nieuwe muziek. Ja, ja. Ook omdat er dat... veel bij zijn die je natuurlijk kent. Gilly bijvoorbeeld. Ja, die heeft eigenlijk zijn een drive gekregen toen hij bij ons in de revue optrad. De Nieuwe Snaarrevue. En daar heeft hij gemerkt dat er op theatergebied meer in zat dan wat hij tot dan toe deed. Ja. Met het gekende gevolg natuurlijk. Hè. Gilly is een van de... Ik vind dat een geweldige manier om al die rare... Hoe zal ik het zeggen? Die rare gebedsgenezers en die mensen die zogezegd kunnen voorspellen, om die allemaal een keer terug op hun plaats te zetten en zeggen dat het allemaal Danny is, dat het allemaal volksverlakkerij is. Dat vind ik wel een heel mooie... Ja, ja, hij kan dat goed. Ja, ja, komende als traditioneel goochelaar. Hè. Ja, ja. Uit een soort discipline. Hij heeft echt zijn weg gemaakt. En die mens heeft er ook altijd voor gestreden. En ik wil en ik zal. En hij, het is hem gelukt. Het is een lange weg geweest. Gilly en ik zijn eigenlijk best goede vrienden. Ja. En ik vind ook ja, kent zijn verhaal. Dat heeft lang geduurd, inderdaad. Ja, ja, dat klopt. En ik zelf heb ook een aantal jaren geleden Sander de Rijk leren kennen. En ik ben daar een ongelooflijke volger van. Dus zijn shows, zeker de filering van... Houd het voor bekeken. Ja. Vind ik fantastisch goed gedaan, omdat het op een heel droge en heel beschouwende manier toch de vinger op de wonden legt. En iedereen gaat er in een soort hilariteit buiten natuurlijk. En hij blijft dat ook volhouden. En in zijn eigen stand-up shows en zijn eigen beschouwende humor, vind ik, hij is de koning van de situatiehumor feitelijk. Hè. Van, hij vertelt iets en rukt het een beetje naar zijn verband. En voilà, je kunt ermee lachen. Adriaan van den Hoof van hetzelfde. Ik heb een van zijn eerste voorstellingen van de nieuwe show gezien. En ja, ik heb me ongelooflijk geamuseerd. Dus ik ga wel, ik ga er graag naartoe. Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik het... niet zo meer volg, allemaal. ik vind van mijn eigen ook wel dat ik nog te weinig naar theater ga. Maar ik ben echt meer een boekenlezer geworden. Ik ben een ongelooflijke literatuurfan. En ik zit ook, qua muziek zit ik ook meer... Waar ik vooral naar luister, is oude muziek. Dat is een van mijn eerste liefdes. En, wat is oude muziek? Polyfonie, bijvoorbeeld? Of, iets later. Polyfonie kan ik ook wel eens maken, maar ik zit vooral renaissance en barok. En vroeg, tot en met Mozart, laat ons maar zeggen. Allee, ik bedoel, die andere dingen ken ik ook, maar op barokgebied ben ik toch wel, ik zal niet zeggen een specialist, maar wel een grote liefhebber. Ja. Ik heb ook zo binnen dat wereldje ook een paar vrienden, waar ik af en toe eens een keer een optreden mee mag doen. En
vroeger dacht ik altijd, klassieke muzikanten, dat zijn de mensen met die in hun eigen ding bezig zijn. Maar de mensen die ik heb leren kennen, en dat zijn niet van de minste, die hebben toch een ongelooflijk open mind naar andere muzieksoorten en andere soorten van ja, hetgeen wat er op het podium gebeurt. Die zitten echt niet in hun eigen kringetje, maar die kijken wel veel, veel verder. Ik heb ooit, dus twee jaar geleden, dat ik via Marcel Ponce, een grote hoboïst die ik nogal goed ken, mocht ik eens meegaan naar een repetitie in de single van de Matthäus Passie van Philippe Herrewegen. En in de kleedkamer kom ik Philippe Herrewegen tegen. Dan word ik zeer klein. Starstruck? Ja, dan word ik zeer klein en die spreekt mij aan en die zegt drie woorden tegen mij en die zegt gewoon, ik bewonder u. En dan dacht ik, oei. Dus dit is de omgekeerde situatie. Ja, hij wist duidelijk wie ik was. Marcel zal het wel gezegd hebben waarschijnlijk, maar dat vond ik toch wel, dat die wel weten, allee, de nieuwe snaar is bij hun bekend, bij die muzikant. En dat heeft me zo... Ja, toen liep ik zo 10 centimeter boven de grond. Ik zweefde zo een beetje zo. Ik hou heel erg van de klank van oude instrumenten. Zelf ben ik er... Dat is een van mijn grote frustraties, dat ik daar niet beter in de muziekschool opgelet heb. Dat vind ik spijtig. Dus ik had met hetgeen wat ik nu weet, zou ik toch beter mijn best gedaan hebben in de muziekschool. Ja. En jij, Jan, bent nog bezig met Lien van de Gelder en met mijn goede vriend trouwens, Wouter Berlaan. We hebben groeten, als je hem ziet. Ja, dat is goed. Dat is een heel andere stijl dan. Hè? Dat is, ja, absoluut. Ja, ja. Ja, het is ook weer zo... We zoeken ook altijd in, als we een bepaalde stijl... als we een programma maken in een bepaalde stijl. In dit geval, met Wouter en Lien, is dat ofwel het chanson, ofwel de Vlaamse smartlap, zeg maar. Proberen we toch wel altijd weer te zoeken naar nieuwe invalshoeken. Dingen die andere mensen nog niet gedaan hebben. Chanson, ja, kunnen natuurlijk een hele hoop dingen die iedereen zingt. Maar wij proberen ook daarin... En dat is een heel aangenaam gezelschap, omdat het maar een trio is. Hè? Wouter, Lien en ik. En met dat trio spelen we een volavond programma rond het chanson. Maar dan... Brel zit er bijvoorbeeld niet in bij ons, maar wel... Twee nummers van Dr. Andus B. in het Frans. Ah, ja. Twee nummers van De Nieuwe Snaar in het Frans. Een nummer van Zaas, dus ook de moderne chansonnières komen aan bod. En dat heeft een heel evenwichtig programma en dat wordt heel erg gesmaakt. En we hopen van dan nog heel veel te spelen ook. En dan langs een andere kant was er twee jaar geleden was er het programma Gedeelde Smart. Dat gaan we nu volgend seizoen verder exploreren. En dat heet dan smartschade. Dan gaan we nog meer zoeken naar de onderkant van wat er op het Nederlandstalig gebied zoal geschreven is. En daar zitten nummers bij van de Kift, de Nederlandse de Kift, van Lucky Fons ook. Maar ook van bijvoorbeeld van Stafke Fabri. En die combinatie werkt dan weer... omdat we dat met een groter ensemble doen. Dat doen we met zes muzikanten. Wouter Berlaan, Lien, ikzelf, Ad Cominotto, Stoy Stoffelen en Mauro Pavlovski. Dus dat is het nieuwe element. En daar verwachten we heel veel van ook weer al. Ben de mooie namen ook, hè? Ja, ja. En toch is het heel moeilijk om die combinatie nu, dat ondervinden we nu, om die te verkopen aan de culturele centra. Want dat is natuurlijk het ding... Daar gedijt dat het beste, omdat daar alle technische faciliteiten zijn. Maar het aanbod van optredende artiesten naar culturele is immens groot. Er zijn catalogussen van Koorts bijvoorbeeld, een impresariaat, en van Garifuna. En die hebben echt 60, 70 artiesten onder hun hoede die allemaal werk willen in die culturele centra. Het is soms moeilijk om... Om daar uw weg te vinden en om daar boekingen te kunnen voor verzorgen. Zeker van programma's die niet bestaan. Die nog niet bestaan, omdat we die nog moeten maken. Er is een idee en je hebt een hoop namen. Maar dat wordt dan dikwijls nog overklast door nog bekendere namen. TV-bekendheden bijvoorbeeld, ben altijd een streepje voor. Omdat
ja, die zalen moeten altijd vol zitten ook. Hè. Ja. Er is ook een soort kentering geweest een paar jaar geleden van toen de onafhankelijkheid van de culturele centra opgeslokt werd door de gemeente. Hè, nu moet elk cultureel centrum rekenschap afleggen aan het gemeentebestuur, die ook voor de nodige fondsen zorgen. Met het gevolg dat er altijd heel populair wordt geprogrammeerd. En dat andere nieuwe projecten, ook van jonge makers, dat die veel minder kansen krijgen tegenwoordig. Ja, om... Mensen kiezen voor zekerheden. Ja. Is dat, ik zal het stout zijn, een N-VA-golf in het cultuurbeleid? Oh. Of is dit te straf gesteld? Ja, ik weet niet dat het daar alleen mee te maken heeft, maar dit is een... wij zagen ook de laatste jaren dat wij gespeeld hebben, vroeger waren onze tournees, die waren, laat ons maar zeggen, 60% Vlaanderen, 40% Nederland. Op het einde was dat verhouding helemaal scheef getrokken. Hè? Dat was nog 80% Vlaanderen, 20% Nederland of zo. Dus de contacten, vroeger, die grens die bestond niet. En ik heb ook het gevoel, ja, misschien is dat toch, heeft dat toch wel met nationalisme te maken, dat iedereen zich terugplooit op zijn eigen eilandje. Hè? Vroeger waren er heel veel Nederlandse artiesten die naar Vlaanderen kwamen en vice versa. Dat is de laatste jaren veel, veel, veel minder geworden. Hè? Een paar uitzonderingen niet te nagesproken, maar ja, ik vind het ook niet zo'n gunstige evolutie. En mensen ook, ja, dat, zoals ik daarnet zei, van ja, we gaan daar maar naar kijken, want dat kennen we. Ja. Iets dat we niet kennen, ja, dat kan tegenvallen. En zo'n kaartje, dat kost toch €30 of €40. Ja, Allee, dus moet je al bijna rekenen om in een soort abonnementsformule te zitten, ja, met een bekende naam, waardoor ze... Dat soort zaken, ja. Om dat te stimuleren. Maar ik had het gevoel dat vroeger de mensen veel meer zich wilden laten verrassen. Het kan fout zijn, maar ik... Ja, maar dat zat nog klaar bij mij, die vraag. Is het theaterpubliek veranderd in de loop van al jullie jaren? Wel, blijkbaar willen ze zich minder laten verrassen, hoor ik van de Chris. Ja, uiteindelijk, iedereen veroudert mee met de groep waar ze naar gaan kijken. Hè. Dat is ook absoluut een ding. Ik ben vorig jaar nog eens naar Comilfo gaan kijken ook. En het is inderdaad, dat publiek veroudert mee. Daar zitten nog heel weinig en twintigers. En we waren in de tijd een beetje jaloers op Comilfo, omdat die een jonger publiek hadden dan wij. Dus, ze zijn ook veranderd. Ja, hebben ze trouwens inderdaad zelf gezegd, van wij voelen dat. Ja, dat ons publiek ook mee verandert. Vergrijzing, ja, absoluut. Ja. En door het feit dat dus al die mensen die dan... Ja, die zijn ook altijd uitverkocht. Hè, dus dat is, die zijn nooit kaartjes te krijgen. Als jij de dag zelf beslist van ik ga naar Comilfo kijken, dan raak je nooit binnen, want het is altijd uitverkocht. Maar langs een andere kant ontstaat er... En dat is al een paar jaar bezig, een soort parallelcircuit. En dat is ook wel mooi dat dat gebeurt. Dat zijn zo zalen die op een of andere manier door een hoop vrijwilligers worden geüpdate naar een echte theaterzaal, met goede techniek ook. Soms oude parochiezalen of jeugdclubs die plotseling groter worden. En dat is een heel interessant circuit, omdat daar nog een hele hoop mensen zelf er volledig voor gaan. En... degene die de programmatie daar doet, die heeft meestal ook het vertrouwen van zijn publiek. Dat zijn meestal kleinere zalen, 200, 250 man. En ik heb daar al een paar keer in mogen spelen, in die dingen, ook omdat ik die mensen zelf ook contacteer. En dat is altijd heel, heel erg goed verzorgd. Dat is beter verzorgd dan de culturele centra dat ik, in dat circuit van bijvoorbeeld... de Kaleidoscoop in Mortsel, bijvoorbeeld. Ja. En wat hebben we nog? Ripspiquet in Lier. Zo zijn er nog. Laagdrempelige dingen. Ja. En dat wordt als artiest ook ongelooflijk in de watten gelegd. Ook qua eten, s'avonds. Dat is in de CC soms echt huilen met de pet op. Ja, dat is nog altijd hetzelfde menu. Hè? Ik heb een paar keer geweigerd om te eten wat ze mij voorschotelden. Nee. Ik heb lang improvisatietheater gespeeld, onder meer ook in een Kaleidoscoop gestaan. Ja. En dat is waar, daar valt dat mee. En CC's is dan dezelfde stuff. In Nederland zeker, is het altijd hetzelfde. Het was vroeger, ik vergelijk dat altijd vroeger, als je zo in het circuit van de parochiezalen kwam in zo'n dorp, de gebeurtenis iets, dus het hele dorp kwam erop af en je werd ook als een koning ontvangen. Terwijl als je nu in een cultureel centrum komt, jij bent eentje in de lange rij. Ja. En jij wordt niet anders behandeld als de ander. Allee, terecht natuurlijk. Maar het is het gevoel van
we gaan hier samen iets plezants van maken, dat is zo'n beetje weg. Het wordt allemaal veel te beredeneerd en zo van alles. Ik denk dat het zo begonnen is. Allee, toen heb ik mij de vraag... toen is het mij heel duidelijk geworden toen plotseling... in Nederland, als wij daar spelen, werden we vroeger begroet door de directeur. Ja, ja. Zoals een circus ook een directeur heeft op het cultureel centrum. Maar plotseling heette dan niet meer directeur, maar ik ben de CEO van dit theater, vaak van met een sponsornaam. De bedrijfsleider. Ja, de bedrijfsleider, ik kon even niet op het woord komen. Ik ben de bedrijfsleider, welkom. Ja, dan dat is toch een heel ander gevoel, zoiets, vind ik. Het wordt allemaal zo, ordelijk, duidelijk en onpersoonlijk. En dat vind ik spijtig. En meestal ook nog, dikwijls ook nog, gefrustreerde techniekers die al honderden overuren hebben staan, die ze nooit zullen kunnen recupereren en die dan nog maar een keer gevraagd worden om nog eens een paar uren meer. En dat is ook allemaal niet echt bevorderlijk voor de goede sfeer. Ja. Stilaan afrondend, maar de nieuwe snaar, komt dat terug? Is dat mogelijk, een comeback, op een of andere manier? Als de gebroeders de Smet daar hun zegen moeten overgeven, zal de Nico niet terugkomen. Oei, dat is duidelijk. Ja. Ja, dat is toch de helft van de nieuwe snaar. Ja, ik zeg altijd, het is er straks ook even ter sprake gekomen, nee, laat nu de mythe maar groeien. Ja. Ik heb het er, toen we gingen stoppen, alleen niet toen we gestopt waren, maar toen het bekend, want we zijn eigenlijk 3 jaar voor we echt gestopt zijn, was de beslissing al genomen. Toen had ik daar echt moeilijk mee, omdat er zo'n soort zekerheid in uw leven is die wegvalt. Hè. Ik zal dat niet onder stoelen of banken steken. We hebben goed onze kost verdiend met de nieuwe snaar. En terecht. Dat gaat dan binnen 3 jaar wegvallen. Daar had ik het serieus lastig mee, omdat ik dacht, ik heb niet de energie om terug zoiets op te bouwen. En zo, maar door... omdat dan die laatste voorstelling zeer goed verlopen zijn. En heb ik mij daarmee verzoend. En zeg ik ook van, laat nu de mythe maar groeien. Hè. Gewoon, want nu terug bij elkaar komen, dat gaat toch niet hetzelfde zijn vanuit zo'n soort van nostalgie. Wij zijn ondertussen, ik en mijn broer, wij zien elkaar nog regelmatig, maar Walter en Geert zie ik zeer zelden. Dus we zijn compleet andere mensen geworden. We zijn uit elkaar gegroeid. En dan, omwille van... een zak geld terug bij elkaar komen. Nee, dat vind ik... We hebben gezegd toen, we stoppen ermee. Het is definitief gedaan. Dan moet je na 5 jaar niet zeggen van... Nee, het was maar om te lachen. We gaan terug beginnen. Ja. Nee, dan moet je... Dat vlak ben ik wel een consequente mens, denk ik. Velen zijn anders, hè. Als het over geld gaat. Hè? Geld doet meer dansen. Ja, velen zijn anders. Hè? Zou dat toch... Ja. Allee, nog 1 keer zeggen. Hè? Zo, hè? Hebben jullie trouwens een idee? Dat moet de moeite zijn. Hoeveel keer jullie hebben opgetreden? Ja. Ja, Jan heeft dat in een tijd als een echte boekhouder bijgehouden. Komen, als je alles bij elkaar telt, de oude snaar en nieuwe snaar bij elkaar, komen we net niet aan 5000 keer. Dat is, ik heb dat ook ooit eens uitgerekend. Dat is, denk ik... ongeveer 14 jaar elke avond. En dat is allemaal weg, hè. Ik bedoel, ja, enfin, nu weg, want uiteindelijk heb je er heel veel van meegenomen. Maar af en toe zijn er zo momenten dat je toch nog een keer samenkomt. Zeker met Chris. We hebben ter voorbereiding, maar omdat we dan toch elkaar zagen, hebben we een nummer gerepeteerd uit ons oude repertorium dat we volgende zondag op de op de verjaardag van Lucas van den Einde nog eens gaan zingen. Ja. En met Walter, elke keer als er een project is met Wannes van der Velde, wordt Walter er altijd bij gehaald. En voilà. En voor de rest, prijs ik mij gelukkig dat ik met vele van mijn helden ook nog altijd op het podium mag staan. En ik ga dat nog lang doen, denk ik. Want af en toe denk ik bij mezelf van... Ja, we worden nu niet wat te oud voor die dingen. Maar dan kijk ik naar Roland.
En dan zie ik die bezig en denk ik, ja, dat is toch nog altijd plezant. Hè. Ook als je die ouderdom al hebt. Wannes is ook heel, nog tot het einde van zijn dagen veilig blijven spelen. Henri Salvador was 92 toen hij bijna op het podium is gestorven. Willem Vermander, die wordt 80, voilà. Denk ik. Ook al, ja. Vermander, Jan de Wilde, die plotseling weer een lange tournee doet. Ja. Die altijd... Ik heb ook onlangs ontdekt wat de reden was. Hij heeft dat verteld in het programma op tv. Hij heeft gezegd van, eindelijk hoor ik mezelf zingen. Is er eindelijk een hele goede installatie die mij nu begeleidt. En toen ik het allemaal vroeger moest hem altijd zoeken, naar waar zijn we? En nu, voilà, dat is een hele goede reden om die prachtige liedjes allemaal terug op dat podium te krijgen. En het klinkt ook zeer goed. Ja. Ik wens jullie de komende jaren... Hè? Heel veel plezier met wat jullie doen. Ja, wat dankjewel. Het ook is, het is mij duidelijk. Geen comeback, helaas. Dus maar we blijven onze... Het is ook het enige dat kan, feitelijk. Zo dat beetje. Is al iets, natuurlijk. Als je dat al kan. Ik wens jullie heel veel plezier. Dat dank vooral. Wel. Heren de Smet, dank u wel. Dank u. Wel bedankt. De Mens Achter de Lach is een initiatief van livecomedy.be met Peter de Kroebelen.